Deelnemers, start vrij. Voor de eerste koers hier vandaag op Alkmaar. Dat is de GSV-prijs. 8 deelnemers gaan zich formeren achter de vleugels van de startauto. Op dit moment 20% rente voor de Alkmaarse seriewinnares Elisa Star en Rick Ebbingen. Het weerwerk zou moeten komen volgens u als wedder van paard nummer 8, Cavalli Starlake en Ruud Pols, de man die succesvol vierde was op uitnodiging in het drassport Mekka van Europa, Parijs-Vincennes. Zo dadelijk na deze eerste koers, dames en heren, blijf erbij. We hebben 26 minuten tussenruimte. Tijd genoeg om nog eens het volledige interview dat we hebben gehouden met Tom Kooijman aan u en de uwen te tonen. Schakel dus niet over naar andere banen. Blijf hier op Alkmaar. We hebben een item gemaakt met Tom. En daar krijgt u antwoord op de vraag hoe het nu met Tom Kooijman gaat. De auto is met de paarden op circa 50 meter van het startpunt versneld. En de start is gevallen. Begin met een galoppade voor paard nummer 4, Clint Nijenrode. En die gaat daardoor terugvallen naar de laatste gelederen. Uitgeschakeld niet... paard nummer 4. 4 galop. Tot draven te bewegen, waardoor het comité heeft besloten hem uit te schakelen. Galoppade nu ook van John Dekkers paard. En dat is Diamond Twix. Diamond Twix heeft een galoppade gehad en is teruggevallen naar de laatste gelederen. De overige paarden allemaal achter elkaar. Waarbij uw 1,20 euro favoriet Eliza Star en ze haar post heeft weten te vatten aan de binnenzijde op de derde plaats. Maar niet voor lang, want daar komt nu de aanval om de kop over te nemen van de eerste uurleidster. En dat is paard nummer 1, Classic Benes. Maar Denise Bergkamp, gaat ze het proberen of niet? Nee hoor, die laat de favoriet nu voorbij gaan. Uitgeslagen paard nummer 2 galop. En kan zo meegetrokken worden naar een hoge klassering. Zo komen de paarden dan weer in de rechte lijn. Op de derde plaats volgt dan Dazzling Dutch. En dat is de grootste van het drietal vooraan, dat is wel duidelijk. En op de vierde plaats erachter volgt niemand minder dan Daisy met Niels Jongejans. Trouwe Alkmaar combinatie met op plek 5 daarachter Cavalli Starlake. En aansluiting is er voor de sterke Liverman Hanover zo'n dice player met Ewout Schouten. Dat zijn de 6 paarden die hier de prijzen onderling gaan verdelen. En de favoriet die heeft alles onder controle. Paard nummer 3, Eliza Star N. Met een lengte voor op de tweede plaats Classic Benes. En in derde stelling daarachter Dazzling Dutch. De vierde plaats voor Daisy. Plaats 5 voor Cavalli Starlake. En Ruud Pols 8 de tijd rijp om wat te gaan ondernemen. Oh, John Westerbrink wilde dat ook gaan doen. Maar krijgt daarbij een galoppade. Dat is een bittere pil voor Ruud. En niet alleen kon zijn paard daar wat op terug. Uitgeschagen paard nummer 7. 7 galop. Het had bovendien een lekkere gangmaker voor hem kunnen zijn, want die Dazzling Dutch die zat daar nog makkelijk aan die binnenkant. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Vooraan Eliza Star N, maar krijgt daar zo dadelijk de aanval van de tweede favoriet in deze koers. En dat is paard nummer 8, Cavalli Starlake, die de laatste keer toch kwam tot een 16 tijd op Victoria Park. Daisy krijgt een koers op maat erachter en aan de binnenzijde nog altijd geen meter te veel voor Classic Benes. En dat geldt eigenlijk ook voor Ewout Schouten, die daarachter zijn dice player opmaakt voor een laatste aanval. En dice player, de eerlijkheid gebied te zeggen, heeft ook wel een vrij zuinig parcours gehad. En dat is wel eens anders geweest. Eens kijken of hij er nog wat uit weet te persen. Vooraan is in ieder geval het tempo omhoog gegaan. Ebbingen had ze een beetje in slaap gesukkeld. Ruud Pols is er inmiddels naast gekomen. En daar komt zelfs nu Driedik heel brutaal de aanval van Daisy. Paarden zijn halverwege de laatste bocht. En de favoriet is er zeker nog niet. Het is hard werken voor de grote favoriet Eliza Starren. Want die Cavalli Starlake die maakt een sterke indruk. En is inmiddels geheel naast de koploper gekomen. En dat wordt de tweestrijd. Maar Ebbingen heeft dan het voordeel van die laatste binnenbocht. En het korte laatste stuk. Dit is de laatste rechterlijn. Maar daar komt hij dan toch. Cavalli Starlake ernaast. Eliza Starren echter vecht voor de leven. En dat is voldoende. De 3 wint voor de 8. Dan de 5. En dan de 6 voor de 1 voorlopig.